Weet je wat zo mooi van? Als hij de bal had, schoot hij maar de tribune. Hij kon geen bal naar voren schieten, die gek. Lieve kijkers, ik ben nu onderweg naar Steven Pienaar. Ik ken hem natuurlijk van Ajax. Goede voetballer geweest. Ik heb met hem samen gespeeld bij Everton en bij Ajax ook. Dus we gaan luisteren naar zijn verhaal. Ik ben benieuwd. Pienaar. Ibrahimovic. Pienaar. Trabelsi is nabij. Door de benen. Ja, dat is lekker. En Van der Meijden. Succesje van de kleine Zuid-Afrikaan. Hoe is het, jongen? Alles goed? Goed, joh. Lang geleden, man. Ja, hè? Dat is steeds knapper, jongen. Hey. Top, man. Hoe is het? Ja, rustig met jou. Woon je hier? Ja, mijn vrouwtje woont hier. Oké. Ik ben op visite. Bij bezoek? Ja. Oh, je woont niet in Nederland? Nee, Amsterdam, Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. City. We gaan een rondje rijden, jongen. We gaan naar de Wallen, ja? Naar de Wallen? Ja? Kan. Kan. God zo, hé. Je bent echt een Everton-legende, hè? Nee, rot op, man. Jawel, man. Hey. Dat is alleen een baan, hè? Heb je getraind? Ja. Train je nog steeds? Ja, elke dag. Voor wat? Gewoon, ga marathon lopen, toch? Voor je... Voor fit te blijven? Nee, marathon. Ga je marathon lopen? Een koopstuk, ja. Ja? Voor een goede doel of zo? Ja. Oh, dat is wel goed. Ik loop wel, toch? Ik doe ook marathon. Waar? Och, jongen, man. En waar ben je gestopt? Pas geleden, hè? November. November. Mis je het niet? Nee, helemaal niet. Zo. Nee, hè? Klaar, hè? Zat, ja, man. Was je het zat? Nee, kon niet meer. Hoe oud ben je nu? 36. Oh, je bent al oude lul ook, man. Ja. Dat is ik. Ik word 38. Nee, ik word 39 alweer. Zo, je weet het niet eens. Oh, nee, man, ik ben al 39, man. Dat is lang geleden toen. Oh, de Ajax speelde weer. Maar hoe oud was je toen je bij Ajax kwam? 18. 18, hè? Ja. Vanuit Zuid-Afrika. Yep. En toen in je pleeggezin? Pleeggezin? Ja, eerst pleeggezin, ja. Twee maandjes. Ik hoorde dat die vrouw een kind van jou had. Ja. Dus dat was het maar waar. Ik heb een Nederlands paspoort. Huh? Wil je een Nederlands paspoort? Nee, joh. Dat doen. Okay, Engels paspoort. Engels, ja? Heb je Engels paspoort? Ja. Zie je, hebt lang in Engeland gezeten, hè? Ja. Jezus, man, met David, hè? Nee, David is al je mattie, ja, zeg eerlijk. David is al je mattie, hè? Dat wel. Ja, hij hield van je, hè? Nee, niet echt. Jawel, jongen. Nee. Is dat goed, hè? Goeie kerel. Nou, geen goede kerel, maar goede trainer. Nou, zo goed was hij ook niet. Nee. Nee, we zijn wel top coach. Ja, hè? Jij kon goed met hem. Ik kon helemaal niet met die man, jongen. Ja, jij komt altijd laat. Vanaf je voor het eerst op tijd. Ik kwam nooit laat, man. Altijd. Nee, ja, de Liverpool is wel gekke huis. Ja, zo. Het is niet normaal, hè? Ja, zwaar mee vandaag. Dus kijk, dat is echt feesten dan, hè? Echt... Nou. Nou ja, als je focus bent. Als je focus bent niet, maar ik was op een gegeven moment, ik speelde toch niet meer, dus ik ging andere dingen. Ja. Ik mocht alleen trainen, wist je nog toch? Dat laat ik op vandaag. Laat, altijd laat. Op een gegeven moment wel, ja, dacht ik altijd, maar ook, ik speel toch niet. Hij zei geen eens goedemorgen meer tegen me. Ja, maakt het niet uit wat ik nou doe. Ja, klopt. Dus. Oké, wat zijn je plannen dan voor later als je gewoon zeg maar trainer worden in. Maakt niet uit waar of in Afrika alleen? Nou, ik ben gewoon, zoals ik zeg, gewoon met de jeugd in Zuid-Afrika zijn heel veel sociale problemen daar. Ja, drugs en alcohol, poverty. Geweld, ja. Armoede. Ja. Dus dat wil ik gewoon met de jongens doen. Ja, gewoon helpen. Mooi, man, mooi. Voor hen is het ook is goed, toch? En heb ze een beetje inspiratie. Tegen iemand opkijken. Tuurlijk. Dus, ja, dat wil ik doen. Ja, wij zijn bezig, dus. Oh, mooi, man. Zo, het gaat de goede kant op. We zijn nu al 11 jaar bezig met de kinderen. Oké. Okay. Dus ja. Dus, ja. Eigenlijk komt alles goed. Ja, man.
zo okay, jij bent wel een groot, jij bent een grote man. Ja, ik ben niet groot, maar 1,70, maar je bent wel een legende daar in Afrika. Nou, nog niet, hè. Ah, natuurlijk wel, man. Stevie P, man. Stevie, godverdomme, die overal gespeeld. En ja. Heel, toch een, je bent toch een voorbeeld voor ja, velen voor in Afrika. Ja, voor de kleding. Ja, tuurlijk, voor iedereen. Ja. Voor iedereen, inspiratie, man. Voor iedereen daar. Zo. Hé, maar wat erg, hè, van je koe, hè. Ja. Ik zag het en ik zat in Zuid-Afrika en toevallig zit een jongen die in dezelfde stad komt als hem. Ja. En die zat bij die club, dus ik ging over praten. Ja, dat is gewoon zo. Ja, echt zielig. Hoe kan het? Maar sprak jij hem nog? Nee, ik kwam hem wel vaak tegen hier in de Belme, Amsterdam, als ik overkom, zeg maar voor vakantie of zo. Ja. Kom ik hem altijd tegen, want zijn vrouw woont hier. Dus ja, had hij ook gewoon kinderen? Ja. Maar waar is hij dan aan? Een hartaanval of zo? Dat zeggen ze. Ja. We weten niet. Jacobo, wat een man. Jij was goed met Jacobo ook, hè? Ja, dat is wel. Jij was al één met Roberto en Jacobo, toch? Ja. Heb je nog meer? Eigenlijk Maxwell ook? Maxwell ook, ja. Maxwell was ook goed met Jacobo. Dus. Ja. En Phil Neville? Ja, Phil kom ik ook tegen. Ja. Ja, toen ik naar Londen ging, in de studio, ja, kom ik hem tegen. Dus, ja, hij is trainer nu, hè. En de vrouwen, ik weet niet hoe die net oplossen. Hij heeft toch niet, die meiden hoeven niet bang te zijn, want ze zijn onder de douche staan, hij heeft zo'n klein pikkie. Ja. Oh, niet normaal. Nou, maar dat was wel echt zo'n vriendje van de trainer, hoor. Ja. Hè, Phil Neffeltje. Weet je wat zo mooi van? Als hij de bal had, schoot die bal de tribune. Hij kon geen bal naar voren schieten, die gek. Hij schoot alles uit en kreeg die applaus toch? Ik ging hem ook vragen, luister. Ik zeg, hoe heb jij bij Manchester United gevoetbald? Dus je kan niet eens een bal goed aannemen. Nee. Ja, hij zegt, ja, maar denk je dat je van Ajax komt? Zo Ajax gewoon. Ja. Hij was ook wel een aardige gozer. Ja. Hij was een aardige gozer, maar hij was wel een vriendje, man. Maar ja. Soms moet je dat zo, als je geen kwaliteit hebt, dan moet je slijmen. Maar als je nou zeg maar klaar bent, hè, met alles, hè? Maar, alleen in Afrika, blijf je alleen in Afrika of wil je dan later ook echt proftrainer worden? Of alleen voor de jongens? Nou, ja, ik weet het niet. Je hebt er nog geen ervaring mee natuurlijk. Ja, ik moet wel ervaring op doen. Ja, maar ja, als je ook een vriendje wordt van een trainer, kom je ook zo langs, toch? Nou, ik weet niet. Misschien als Johnny... Als Johnny, Johnny trainer wordt, kan ik even een mailtje sturen, toch? Tuurlijk, we gaan kijken of hij er is. Ja, die Likert. Het is ook een Likert, hè, eerste klas. Een goede jongen, man. Ja, nee. Johnny is wel goed. Nee, Johnny is een goede gozer. Een Likert. Nee, Johnny is aardig. Was wel een goede voetballer, toch? Ja, Johnny had een paas, had hij. Zo. Niet normaal. Je hebt het debuut gemaakt met Koeman, toch? Ja, met Koeman, ja. Hoe vond jij Koeman dan? Ja, ook een goede trainer, hè. Ja, hè? Ja, echt een... Koeman was wel mijn mattie, man. Ja, dat is echt een goede trainer. Ja. Ik heb heel veel respect voor hem. We waren een heel goede, mooie groep ook, hè? Ja, klopt. Allemaal gekken bij elkaar. Ja, met Richie erbij. Wie? Witske, ja. Ja, hij is... Dat hij mij een keer... Ik kwam een keer bij het eerste. Maar dan ben je toch altijd een beetje zo rustig, toch? Dan denk je, oh, ik kom bij het eerste van Ajax en dat. Kom die naar me toe, zo. Zei hij tegen mij, hey Andy, ben je wel eens met die rode in je bek geslagen? Ik zeg, nee, wat dan? Wat? Die rode. Ja, Witske was echt aardig. Witske was mooi kerel. Witske is echt top. Echt een mooie vent. En je bent van Ajax naar Duitsland gegaan, hè? Naar Dortmund. Ja, naar Dortmund. Hoe was dat dan? Ja, het was wel een... hoe zeg je? Maar ja, dat is wel een goede stap voor mij. Ja. Persoonlijk. Want ja, als je nu kijkt, heel veel jongens die uit Nederland gelijk naar Engeland gaan, heeft het echt zwaar. Ja. En ja, als je de tussenstap doet naar Duitsland, is wel een grote competitie naar Nederland. En, is ook fysiek is het ook heel sterk en heel veel goede clubs. Dus ja, voor mij was het een prima stap. Ja. En nog bij zo'n grote klap terecht te komen. Ja, dat is wel een. Het ging wel moeizaam, maar wel ook leerzaam. Ja. Ja, was, kijk, Dortmund was alleen maar voetbal. Dus geen leven. Ik had wel problemen met om daar te wonen, toch? Dus ik ging
ging soms na de training terug naar Nederland, naar Amsterdam. Hoe zijn heimwee? Ja, heen en weer, ik kon het niet. Had je heimwee in Amsterdam, ja? Ja, zwaar. Als je hier 6 jaar in Nederland zit en opeens moet je naar alleen een stad waar het alleen maar voetbal is. En je zat daar, ja, je woonde alleen? Ja, ik woon alleen, dus ja, dat was echt zwaar. Maar ja, op een gegeven moment toen ik de kans kreeg om naar Everton te gaan, toen dacht ik, nou, ik kan niet hetzelfde doen wat ik in Dortmund had gedaan. Nee. Op en neer naar Amsterdam. Nee. Gewoon focus, anders ga ik het niet redden. Nee. Ja, op een gegeven moment heb ik gewoon knop omgezet en ja, gewoon gefocust op voetbal. Ja. Dus geholpen. Oké. Okay. Dus, en daarna, je bent daarna naar Everton gegaan, maar dingen, ik las ook iets dat Chelsea jou wou kopen, toch? Ja, dat was toen ik bij Everton zat. Ja. Was het, ja, op een gegeven moment, ik wilde naar Tottenham. En op het laatste moment wil Everton niet meewerken met Tottenham. En toen kwam Chelsea. Maar ja, toen had ik al getekend bij... Oh, je had al getekend met Tottenham? Ja, ik had zeg maar een voor contract getekend. Maar ik had 6 maanden over op mijn contract. Okay. En toen kwam Chelsea op een gegeven moment in januari. En dat ging ze akkoord met Everton. Ja, toen moest ik weer een keuze gaan maken. Toen dacht ik, nou, ja, waar ga ik het vaakste spelen, snap je? Ja. En wat wil ik zelf? En ik had het zo van, ik wil graag naar Tottenham. Dus dat was... op een gegeven moment ging ik gewoon naar Tottenham. Omdat je daar meer kansen krijgt? Ja, hoe die zeg maar, die planning van de trainer, hoe die wil spelen. Ja, ja. En ja, met Chelsea had ik zo van... ik sprak met die voetbaldirecteur. En hij zei van, ja, wij kopen je niet de trainer, we hebben je graag erbij. Toen was het Ancelotti de trainer. Toen zei die TD zei tegen jou, wij kopen jou niet de trainer. Ja, niet de trainer. Ja, toen dacht ik, nou, ga maar op dan. Dan ga ik liever naar Tottenham. Ja. Ja, toen ik naar Tottenham ging, was het ook eerste paar maanden ging ik spelen en toen had ik last van mijn vlies? Ja, niet. Buikspier? Ja, buikspieren. Dus ik operatie. Okay. Dus gelijk na 3 maanden had ik was ik bijna 3 maanden geblesseerd. Oké. Okay. Ja, als je terechtkomt en het team speelt heel goed, ja, ik kreeg ook niet kans. Maar ja. Toen dacht ik, nou, rond november dus kom ik wel bij, ging ik wel invallen. Naar de trein zei ik, nou luister, ik ben 28, ik wil spelen. Kan ik hier op de bank gaan zitten? Ik ben niet fit, ik wil weer spelen. Ja, maar ja, toen was Bale van linksback naar voren geschoven. Toen dacht ik, nou, ze spelen heel aardig. En dus, ja, als ik moet ik weer wachten totdat iemand geblesseerd raakt. Dus wil ik liever nu gaan spelen. Toen ging ik terug naar Everton op loon. De 6 maanden, en dat ging goed. En toen wilden ze de deal weer permanent maken. Toen ging weer terug naar Everton. Oké, dus ze wilden jou weer een contract geven? Ja. Dus David was daar, toch? Ja. Moisie. Ja, Moisie was er. Ging voor de derde keer terugkopen. Oh, Rijnwees, zo hou je wat! Ga weer terug? Volgens mij wel. Weg te Liverpool, mate. Ja, zo. Liverpool, fucking hell, mate. Jouw ouders wonen gewoon... Je ouders? Ja, dus mijn moeder zit in Zuid-Afrika. Je moeder? Ja. Mijn vader is... Is je vader overleden? Ja, lang geleden. Oké. Okay. Ik 2 was. Mijn moeder vindt Nederland ook leuk, Engeland ook leuk. Nee, man, lekker Zuid-Afrika. Ja. Het mooiste wat er is, mooi land, man. Alles erop en eraan. Ga in Engeland zitten, dan regent het dag en nacht. Daar is het om 3 uur 's middags dronken. Oh, trieste boel allemaal. Bah. Om 3 uur kan je de lamp aan doen, dan zie je niks meer. En regen. Ja. Toen ging ik stond buiten, ik dacht, shit, het is gewoon nog licht om 6 uur hier. En ja, dan was het al ook donker. Ja, ja. Ik dacht, tering, ik moet om 8 uur slapen. Morgen nog een marathon om te doen. En had je geen shirtje van? Nou, heb ik niet hier, maar ik kan wel alles liggen in Zuid-Afrika. Ik kan wel eentje meenemen. Kun je eentje meenemen? Ja. Voor jou, gesigneerd voor die kijkers toch? Dan, ja. Kunnen die mensen wat winnen voor jou sinds de legende van Zuid-Afrika? Nou, legende. Benny's legende. Ja, echt wel. Je was geweldig, je was gezellig. Ja, het is langer geleden. Dus ik hoop dat die mensen nog een beetje
Ja, ja ze moeten wel sturen. Volgen, hè? Hallo. Volgen Pina? Steven Pina? Nou, ja, volg gewoon op Steven Pina op Instagram. Twitter is gewoon The Real Steven Pina. Ja. Oh ja, daar was de rest. Ja. Op Twitter, ja. Op Twitter ben ik wel actief. Dus, ja, veel. Ik niet. Ik ben helemaal niet. Instagram kan niet de foto's de hele dag posten. Slaat er nergens op. Ja man, stel, je bent een knap gozer man. Ook... Heb je nou wel onderbroek aan of niet? Nee. Nee, het is gewoon... Nou, kom nou. Waarom weer? Ik heb die onderbroek aan. Krijgt hij geen lucht, hè? Dan stinkt hij. Ja. Is hij dood? Nee. Is goed. Rustig aan, vriend. Succes. Nee, jij ook. Yo, dankjewel. Doei. Ja, jongens, dat was Steven Pina. Topgoos, je ziet, hij is rustig. Rustige jongen, altijd al rustig geweest. Wel lachen met hem. En was een goede voetballer. En ik ben blij dat hij in de auto wilde komen bij mij. En, ik hoop dat het hem goed gaat. Bedankt voor het kijken weer. Abonneer even. En, voor onze grote familie. En dan één grote familie zijn we. En dan gaan we weer naar de volgende. Ik hoop dat je de video leuk vindt. Laat even een comment achter hoe of wat. Misschien wat ik iets beter kan doen. Of, weet je, advies is altijd goed. Dankjewel.